Daar kan het. Zie je? Ik kom aangereden en het gebeurt. The magic is happening. This is where the magic happens. Zie je? De prijs hebben we al gewonnen. De prijs? Wat is het? Biljartprijs. Oh. Achtste prijs. Heb je er nog meer? Nee, dat je daarom ook is het er maar één? Eentje maar. En bij biljarten heb je altijd keus. Het gaat echt nergens over. Goedemorgen. 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 Dan zijn we lekker het magneetvissen. Jullie zijn er bekend in, ik niet natuurlijk. En als je graaft en je vindt een bom, dan kan je hem een beetje toedekken, vlaggetje erbij, klaar. Maar met magneetvissen, dan trek je hem boven water en dan heb je hem. Heb je geen keus meer. Dus ja, de risico's die erbij zitten, die zijn aanzienlijk hoger als met metaaldetectie. Is er een van jullie die er een beetje verstand van hebt? Ja, hij is sowieso jaren bij defensiedienst geweest. Maar ik kan me voorstellen dat er fans van jullie, die vele malen jonger zijn, dat ook wel even gaan proberen. Nee, dat moeten ze niet. Nee, er zitten altijd disclaimers erbij. Niet doen okay. Als je niet snapt of niet weet waar je mee bezig bent. Maar, moet je kijken, mijn eerste worp. De jongens die zitten al een uur te prikken. Die hebben al een halve film hier. Ze vallen er zelfs vanaf. Kijken, helemaal vol. Jezus man. Ook oh, kogelbandje, hè? Veertjes hey, zitten eraan. Hier zelfs Tweede Wereldoorlog munten. Ja hoor. Nee, grapje. Dat is 5 cent. Oh. Hier man. Kijk eens. Hier, heel bandje. Heel die bandje. Is echt mooi. Hey, ik trek er gewoon eventjes een granaat uit. Ongelooflijk. En nou heb ik totaal geen verstand van granaten, maar ik hoorde net van Jim dat het, wat zei je? Ja, eindgranaat nummer 1 is. Eindgranaat nummer 1, dus dat is van voor, nou ja, begin 1900. Kan dat? Waar komt die? Begin 1900? Ja, een beetje 1920 denk ik. Meen je niet, jongen. Nou ja, een oude in ieder geval. Wow, wat heb je? Middeleeuwse brief openen. Laat eens kijken. Fuck. Dat is scherp zijn nog, hè? Wow. Je zit onder die uitlaat gekleed. Hey, weet je wat het cool is? Jullie hebben er al een stuk of 10, hè? Ja. Dat is bijna net, ja. Het gaat een beetje lang. Hij is echt heel vet. Ja, we hebben een band opgebouwd. Wist je dat nu het hier buiten doet, dat het wel een buitenband is? Ruud, wist je dat er een echte klik... Ruud, wist je dat er in die band ook een echte klik zit? Ja, ik voel een klik. Wij hebben een speciale band. Ja, echt nice. Oh, het stinkt hier, jongens. Oei. Ik denk, wie is er weer te laat? Gijs. Hoe wist je dat we precies hier zaten? Ja, jongen. Management op de achtergrond. Jouw vrouw, jongen. Echt formidabel. Fuck, man. Wat heb je? Ja, een magazijn. Van een? Pistool. Ja, dat snap ik. Ja, weet ik het. Oud. Wat denk jij? Stengun. Stengun? Dat is zo'n kort ding. Ja, die Engelsen. Ah, ja. Nou, pizza? Ja. Heb je al gebeld? Ja, ik heb al gebeld en ik hou mijn telefoon even in de handen. Gaan we even eten? Ja, lekker. Ja, dat heb je gehaald. Nou, vol. Openen. Wow. Ik neem ook even een beetje. Ja, pak een punt. Nee, we gaan frituren volgende keer. Wat hebben we? Maar ik hoor nu opeens John gillen. Oh! Die dingen die ik nooit zo leuk vind. Wat heb je? Leuk, maar pak hem even af. En goed man dat jij in het water staat. Mutsie op tegen de koude oortjes. Ja. De hele derby. Auw. Nog een keer. Ja, daar hoort het in te zitten. Zit... Nog een. Jongens, zit daar een zilverschatje in of niet? Nee. Brievenbus. Kijk, Ruud heeft een... deksel. Een deksel van een brievenbus. Ik wil nooit serieus zijn hier.
Zie je dat? Ruud heeft ook rood mayonaise grijs haar. Wauw. Jullie zien mij nooit zonder pet, hè? Nee, nee, nee. Maar je bent net zo sexy als mij. Ik krijg ook altijd mooie grijs aan de zijkant zoals jij bent. Dus. Weet je wat het is? Ja. Als vrouwen grijs worden, dan zeggen ze gewoon dat word je oud. Maar als mannen grijs worden, dan zeggen ze dat staat gedistanceerd. Dit is een wijsheid, hè? Ja. Het is verboden voor jongens die Gijs heten en die het op hun rug hebben geplakt. Jezus, hebben ze weer hoor. Ruud! Ruud durf wel, zie je. Ruud, wat heb je? Dat is gewoon weer een dikke mortiergranaat. Dit is echt wel een werplootje hoor. Ja! Moet je, dit is wel een groot bommetje, denk ik. Ja, die zegt wel boem. Ik sta hier met een paar vrienden bij, dus met magneten. En we trekken net een voorwerp naar boven, wat in onze ogen aardig lijkt op een mortiergranaat. Dus het lijkt ons wel handig om even te bellen. Nou, ik zeg, wij zijn magneetvissers. En wij staan aan de waterkant. En gooien een magneet in het water om oude spullen en fietsen en dat soort dingen eruit trekken. Oh, en nu heeft u dus een bom. Ik zeg, ja, nu heb ik een bom. Oh, en daarna bent u gewoon doorgevaren. Ik zeg, nee, we zijn niet met een boot, we staan aan de waterkant. Ja. We zijn gewoon met de auto. Ja. Hoe komt u dan met uw auto in het water? Nee, nou, ja. Laat maar. En nu heb je opgehangen? Nu, ik zeg, kom dan maar hier naartoe. Ik zeg, want wij moeten zo weg. Oh, we komen er gelijk aan. Nou, ze komen nu aan. Oké. Okay. Ja. Hallo, Ruud. Hitler. Hoi, leuk voor mijn buur. Nou, er is in principe afgesproken met het EOD dat zij nu gaan kijken wat de volgende stappen zijn. Maar de eerste stap is natuurlijk het afzetten. Dus er wordt een x-aantal meter afgezet waar je niet meer bij in de buurt mag komen. En dan gaan ze nu kijken of die opgehaald wordt of ter plekke misschien iets gedaan wordt. Ja, dat zullen we dan straks wel bekijken. Nou, nog wat versterking. Wordt nou erg spannend, of niet? Nou, we zijn nu op de plaats waar de mortier gaat ploffen. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Misschien dat ik een beetje kan zoomen. Nee, ik kan niet zoomen. De EOD zit daar achterin. De politie zit hier voorin. En ja, daarachter om het hoekje wordt die letterlijk tot ontploffing gebracht. Thank you.